nu moet er wat gebeuren en anders dan is het een beetje klaar. In het kantoor van I Am Sharing in Den Helder vouwen tientallen vrijwilligers doosjes voor het goede doel. Help Jeroen op de been. Wij hebben hier heel veel doosjes. Wij zijn hier doosjes aan het vouwen en aan het lijmen. Via via hadden we vernomen dat er mensen omhoog zaten, dat er doosjes gevouwen moesten worden. Dus ja, wij dachten, kom maar op. En het levert wat op, want we krijgen voor deze doosjes, het zijn er in totaal 50.000, krijgen we 10.000 euro. En die volledige 10.000 euro gaat naar Jeroen. Jeroen de Wit lijdt al 20 jaar aan multiple sclerose. Hij wil volgend jaar naar Rusland voor een speciale behandeling. Een dure behandeling die ervoor kan zorgen dat zijn ziekte in ieder geval niet erger wordt. En dan kan ik weer in de zon en dan kan ik weer. Ik krijg weer meer energie en ik kan af en toe uit eten gaan. En mijn praten gaat weer ietsje beter. Allemaal van die kleine dingetjes. Dat is heel belangrijk. Ja, dat is kwaliteit van leven. Dat is heel belangrijk. Ja, dat heb je nu wel gemerkt. Tja. Ik kan geen auto rijden, ik kan eigenlijk helemaal niks. En door deze doosje te vouwen, ja, stop je eigenlijk zijn ziekte, waardoor hij iets meer kan. En ja, er mogen altijd natuurlijk nog mensen vrijwillig hier komen vouwen. Ze zijn altijd welkom. Ja, je zegt dat je hebt nog niet gekeken. Nee, ik denk ook dat ik qua emoties daar wel moeite mee krijg om daarheen te gaan. En dan zie ik al die mensen die hun best doen. Ja, dat vind ik ongelooflijk.